Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is Manon en ik maak video's over leven met een beperking. Vandaag heb ik een video voor jullie over mijn ochtendroutine in samenwerking met Focus Wonen. Ik woon in een zogenaamde focuswoning en dit is een woning, een aangepaste woning, waarbij je hulp kan inroepen van Focus Wonen. En zij helpen mij dan met mijn ADL-activiteiten. ADL staat voor Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen. En dit zijn dingen zoals douchen, aankleden en dat soort activiteiten. In dit project waar ik woon zijn ongeveer 19 focuswoningen verdeeld over de wijk. En er werken ongeveer 30 medewerkers in verschillende diensten. En de meeste medewerkers die hier werken hebben geen achtergrond in de zorg. Maar dat hoeft ook niet, want zij helpen mij op aanwijzing. Dus ik vertel de medewerkers wat ze voor mij moeten doen om mij goed te kunnen helpen. In deze video laat ik jullie dus mijn ochtendroutine zien met een medewerker van Focus. En ik wens jullie heel veel kijkplezier. Doe alvast even een duimpje omhoog onder deze video. En dan gaan we snel beginnen. Iedere ochtend ziet er bij mij ongeveer hetzelfde uit. Maar het tijdstip waarop ik uit bed ga is bijna iedere dag anders. Wanneer ik geen afspraken heb, vind ik het lekker om wat langer uit te slapen. Maar ik zet bijna altijd een wekker, want als ik dat niet doe, slaap ik een gat in de dag. Door de week sta ik meestal rond 9 uur op. Maar in het weekend vind ik het lekker om een beetje uit te slapen. Ik zet altijd twee wekkers. Eén op de tijd dat ik echt op moet staan en de andere wekker een half uur daarvoor, zodat ik nog even kan snoezen. Zodra de tweede wekker gegaan is, piep ik de hulp op van Focus via de intercom naast mijn bed. In het appartementencomplex naast het mijne is de Focus Unit. Dit is de standplaats van de ADL-assistenten. Wanneer ik oproep en er is iemand op de unit, beantwoorden ze mijn bel, trekken hun jas aan en komen dan naar mij toe. De focuswoningen bevinden zich op loopafstand van de Focus Unit, maar de cliënten moeten altijd eerst oppiepen voordat de ADL'er naar de woning toe komt. Dit is anders dan mijn gewone thuiszorg. Zodra er aangebeld wordt, vraag ik altijd even via het spraaksysteem wie er voor de deur staat voordat ik open doe. Hallo, wat is er? Hallo, wat Het eerste wat de ADL-assistent doet wanneer ze binnenkomt, is zich aanmelden via het speciale intercomsysteem. Hierdoor weten haar collega's dat er iemand aanwezig is bij mij en kunnen ze onderling contact hebben met elkaar. Via de pieper aan het heuptasje kan de ADL'er zien waar haar collega's zijn en welke cliënten oproepen. Vervolgens wast ze haar handen, want goede hygiëne is super belangrijk in de zorg. En daarna kan de assistentieverlening beginnen. Zoals ik in de intro al vertelde, is alle zorg van Focus op aanwijzing van de cliënt. Vanaf dit punt vertel ik dus aan de ADL'er hoe ik graag geholpen wil worden. Alles wat ik zelf kan, doe ik dus ook lekker zelf. En waar ik hulp nodig heb, vraag ik het. Eerst doe ik mijn bedbodem omhoog, want dan kan de ADL'er mij makkelijker uit bed helpen. Dit duurt altijd even, want het gaat niet zo snel. Zodra ik rechtop zit, pakt de ADL'er de afstandsbediening aan, hangt deze terug op het bed en helpt mij om mijn benen naar buiten te halen. Hier geef ik haar de aanwijzingen voor. Wanneer ik op de rand van mijn bed zit, moet mijn lichaam altijd eerst even een beetje wennen aan het wakker worden. De ADL'er kan dan mooi de bedbodem weer laten zakken en ik kan rustig even bijkomen. Daarna waag ik me aan de overstap in de rolstoel. 'S Ochtends gaat dit altijd extra moeizaam, want ja, ik ben echt nog super moe en mijn spieren moeten nog helemaal opwarmen. De ADL'er houdt de rolstoel altijd extra goed vast en houdt mij goed in de gaten om te kijken of er niets misgaat tijdens het overstappen. Het eerste wat ik doe wanneer ik in de rolstoel zit is mijn kleding uitzoeken voor de dag.
De ADL'er helpt mij hierbij. Vandaag kies ik voor een spijkerbroek die lekker zit en een leuk shirt. Vervolgens gaan we naar de badkamer. De ADL'er legt mijn kleren op het krukje en ik kijk ondertussen even in de spiegel of ik er moe uitzie of dat het wel meevalt. Omdat ik vandaag wil douchen, vraag ik aan Daphne of ze alvast twee handdoeken en een washand uit de kast wil pakken, die we kunnen gebruiken. Deze vraag ik haar op de wastafel te leggen en daarna ga ik richting het toilet. Dit is de tweede overstap die ik vandaag moet maken. En dit ziet er altijd een beetje eng uit, omdat ik dus net wakker ben en mijn spieren nog niet opgewarmd zijn. Zoals je ziet gebruik ik geen T-lift, maar maak ik alle transfers helemaal zelf. Dit wil ik ook zo lang mogelijk zelf blijven kunnen, want dit geeft me een gevoel van zelfstandigheid. Wanneer ik op de wc zit, vraag ik altijd even een momentje voor mezelf. En dan gaat Daphne even naar de slaapkamer en maakt alvast het bed op voor me. Zodra ik klaar ben, roep ik haar weer en dan komt ze me helpen om de douchestoel te pakken. De handbewogen rolstoel rijden we even aan de kant achter de wastafel en daarna kunnen we de douchestoel erbij pakken. Je zult misschien denken, je hebt toch ook van die douchestoelen met zo'n gat in de zitting die je boven de wc kan rijden. Deze stoel heb ik inderdaad ook geprobeerd, maar ik vond dit zo niet prettig zitten dat ik ervoor heb gekozen om dan maar eerst zelf de overstap te maken naar het toilet. Daphne helpt mij om mijn pyjama uit te trekken en daarna ben ik klaar om te gaan douchen. Tijdens het assisteren bij het douchen dragen alle ADL'ers zogenaamde douchelaarzen, zodat hun schoenen niet helemaal nat worden. Ook dragen ze een soort douchegort en wanneer Daphne die aan heeft, zijn we klaar om te starten. Ik douche eerst altijd lekker even zelf, zodat ik een beetje kan opwarmen en daarna ga ik me wassen met deze heerlijke Ritual Zeep. Ik doe de douchegruim zelf op de washand en daarna vraag ik aan Daphne of ze mij wil wassen. Ze doet de douchekop even naar achter, zodat ze zelf niet nat wordt. En daarna begint ze met het wassen van mijn rug en mijn schouders en mijn décolleté. Vervolgens gaan we ook even mijn haar wassen en ik geef de shampoo aan waarmee ik mijn haar wil wassen. Ik vraag of ze de shampoo op haar hand wil doen, zodat ik kan zien hoeveel het is. En daarna gaat Daphne mijn haar inzepen. Het wordt altijd een mooi kunstwerk op mijn hoofd met zo'n dikke bos haar. En we zijn ook altijd heel lang bezig met uitspoelen. Na het douchen doe ik mijn haar altijd omhoog in een tulband, zodat het niet blijft druppelen op mijn lichaam. En deze tulband zetten we altijd vast met een clip, zodat die ook niet losgaat zodra ik voorover buig om een transfer te maken. Daarna stap ik altijd weer over op het toilet waar ik me verder aankleed, want hier kan ik goed gaan staan bij de beugels. En hier trek ik mijn ondergoed aan en mijn topje en mijn deo. En ik vind het altijd lekker om me even in te smeren met body lotion. Dit is dezelfde als de douchegruim van Rituals. En de ADL'er smeert mij dan altijd helemaal in van top tot teen. En dit vind ik altijd een heerlijk momentje om te genieten. De tulband op mijn hoofd is inmiddels losgegaan, maar dat geeft niet, want mijn haar was toch al bijna droog. We gaan nog even verder met aankleden. Daphne helpt hier om mijn t-shirt aan te doen. Dit is vaak wel een beetje lastig als je net ingesmeerd bent, want dan is je lichaam een beetje stroef. Maar het komt wel goed, want ik pluk zelf ook een beetje om alles goed in model te krijgen. En wanneer alles goed zit, pakken we de rolstoel er weer bij en maak ik voor de vierde keer vandaag een overstap. Maar dit was voorlopig wel even de laatste keer vandaag, want voor de volgende activiteiten kan ik gelukkig gewoon even blijven zitten.
Nu komt de grootste uitdaging van mijn ochtendroutine en dat is het uitkammen van mijn haar. De ene keer gaat dit makkelijker dan de andere keer. Ik vraag of Daphne een speciale borstel uit de kast wil pakken en of ze mijn haar wil uitkammen. En gelukkig valt het vandaag mee. Ik doe ook altijd speciale crèmespoeling in mijn haar, waardoor het hopelijk wat makkelijker gaat. Daarna borstelen we het ook nog even uit met de gewone borstel. En daarna wil ik altijd graag nog even zelf mijn haar borstelen. En doe ik ook altijd zelf even de scheiding in mijn haar op de plek waar ik hem wil hebben. Vandaag kies ik ervoor om mijn haar ook even droog te feunen, want ik heb geen tijd om te wachten totdat mijn haar vanzelf opdroogt. We zijn nu klaar in de badkamer en we gaan nu naar de woonkamer en naar de keuken, omdat Daphne mij nog even gaat helpen bij het maken van mijn ontbijtje. Natuurlijk wordt er eerst weer even handen gewassen voordat er eten bereid wordt. En ik kijk alvast in de koelkast naar wat ik graag wil eten. Vandaag kies ik voor 2 boterhammen met rookvlees, maar soms eet ik ook yoghurt met fruit in de ochtend. Dit vind ik altijd heel erg lekker om mijn dag mee te beginnen. Ik geef altijd alles aan wat we nodig hebben en de ADL'er smeert dan altijd het broodje op mijn aanwijzingen. En daarna schenkt ze ook nog wat te drinken in voor mij. Vandaag kies ik voor een beker melk. Vervolgens vraag ik of ze alles op tafel wil zetten voor me. En dan pakken we ook nog even mijn vitaminesupplementen. En dan is mijn ontbijtje klaar. Ik denk nog even na of er nog andere dingen zijn waar Daphne mij mee kan helpen. En als dat niet zo is, nemen we afscheid en meldt Daphne zich weer af en gaat naar de volgende cliënt. Wanneer de ADL'er weg is, eet ik lekker op mijn gemak mijn broodje. Hier neem ik altijd even lekker de tijd voor. Dit is ook het eerste moment van de dag dat ik even rustig op mijn telefoon kan kijken. Ik kijk dan even naar mijn WhatsApp berichten, check even mijn Instagram en mijn Facebook. Daarna kijk ik ook even op mijn weekplanning, wat er vandaag allemaal op het programma staat. En daar zie ik dat er zo meteen gezellig visite komt. Na het eten ga ik weer naar de badkamer. Daar doe ik nog even de laatste dingen waar ik geen hulp bij nodig heb. En ik vind het altijd lekker om even te tutten. Ik ga even mijn tanden poetsen, daar heb ik geen hulp bij nodig. Vaak zet ik ook even een leuk muziekje aan. Ook doe ik altijd een beetje dagcreme op mijn gezicht. Want ik vind het heel belangrijk om goed voor mezelf te zorgen en goed voor de dag te komen. Daarna doe ik nog een klein beetje mascara op. Ik doe vandaag niet veel make-up op, want ik ben gewoon lekker thuis en er komt zo meteen wat familie op bezoek. Maar daarvoor hoef ik niet vol in de make-up gelukkig. En tot slot doe ik nog mijn favoriete lipstick op. Die past echt bij iedere outfit. Normaal gesproken vind ik het wel leuk om lekker vol in de make-up te gaan. Maar ik heb niet zulke goede skills als alle beauty vloggers. Maar ik hou wel van lekker tutten. Dus ik ruim mijn lipstick weer op. En dan ben ik klaar voor de dag. Nou, dit was mijn ochtendroutine. Al met al ben ik hier 2 uur mee bezig van het moment dat ik mijn bed uitkom totdat ik klaar ben om de deur uit te gaan. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien en dat het nu wat duidelijker is wat Focus voor mij doet en wat Focus inhoudt. Mocht je hier meer informatie over willen zien, kijk dan even op hun website. Die zal ik hier in beeld laten verschijnen. Op de website vind je een overzicht van alle vrijstaande woningen op het moment en vind je een overzicht van alle vacatures. Mocht je nog andere vragen hebben over Focus, kun je natuurlijk ook altijd even contact opnemen met het hoofdkantoor. Zij kunnen al jullie vragen beantwoorden. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Laat hieronder even weten wat je ervan vond. Laat een reactie achter en doe ook even een duimpje omhoog.
Wil je meer video's zien over leven met een beperking? Abonneer je dan ook even op mijn kanaal. Dat zou ik heel erg leuk vinden, want daarmee help je mij ook weer verder. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende video weer. Dank jullie wel voor het kijken. Doeg!